Hey, elke voor veganistes koken. Ik ben aangekomen op Vegan Summerfest 2017. En ja, dit is het eerste jaar eigenlijk dat we hier zelf niet staan. Andere jaren hebben we hier zelf een stand gehad. Maar nu ben ik voor de eerste keer als bezoeker hier. Het is het derde jaar dat Vegan Summerfest plaatsvindt. Dus nu ga ik eens lekker ontspannen kijken. Summerfest is weer bijna gedaan. Ik ga nu naar huis rijden, maar ik heb nog even een broodje gehaald. Een worstenbroodje om precies te zijn. Het is een vrij groot. Van Le Seitanis. Het is trouwens heel erg lekker. Het is met van seitan en mosterd. Dus nog even een afsluitertje voor ik naar huis vertrek. En Vegan Summer was heel leuk dit jaar. Behalve eten om ter plaatse op te eten, zoals een lekker burger en worstenbroodje, heb ik nog wat andere dingen gekocht. Ik zal even laten zien wat. Dus ik heb nog meegenomen vegan omega 3. Dit is de vegan tonijn. Dat is degene die wij vroeger ook hadden in onze webshop. Maar sinds we daarmee gestopt zijn, hebben we die al een hele tijd niet meer gegeten. En die is best wel lekker bij pasta of om een tonijnsalade of zo te maken. Dus die wilde ik nog wel eens eten. Dan heb ik nog gekocht boerenpeulen. Die wil ik eens proberen. Het zijn biologische witte lupinebonen. En je kan er burgers mee maken of je kan ze zo eten. Dus daar heb ik wel zin om daar eens mee te experimenteren. Daar schijnt met zo één pakje kan je wel 17 burgers maken die je dan in de diepvries kan doen. Of op andere manieren. Dus ben ik heel benieuwd naar om het zo ook eens uit te testen. Dan ben ik nog bij Charlie's Alles Fair geweest. Zij maken zelf vegan kazen.
ik was er vrij laat bij, dus ik heb niet zoveel keuze meer. Dus ik heb nu de geitenkaas, maar dan vegan style. Dus dat is deze. En tenslotte heb ik ook nog het boek van Tobias Leenaert. Tobias heeft net zijn nieuwe boek uit. Het is in het Engels. Maar Tobias die schrijft heel, heel goed en vlot. En hij is een voorstander van vegan niet zo extreem, niet zo zwart-wit te bekijken. En ook liefdevol te zijn naar andere mensen toe. Omdat je zo eigenlijk veel meer bereikt dan op iedereen... Ja, zoals ik het zou zeggen, op iedereen zitten te kappen wat hij allemaal verkeerd doet. Dus dat is eigenlijk ook een beetje onze filosofie. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn boek. Ik weet alvast zeker dat het heel goed gaat zijn. Dus ga ik binnenkort in start om te lezen. Dus dat zijn zo wat de spulletjes die ik allemaal gekocht heb. Heel benieuwd, ben jij ook geweest op Vegan Summerfest? Laat het zeker ook even weten. En ja, wat heb jij zoal gekocht? En heb je nieuwe dingen ontdekt? Laat het hierbij ook even weten. Het zou leuk zijn om ook te delen met de rest. Bye!